Hallo allemaal, welkom bij nieuwe Hoontjes How-To. Dit wordt een nieuwe How-To serie waarin ik deze set van Into N ga bouwen en jullie meeneem op die reis. Het is een messing modelbouw kit, schaal 1 op 160 van de Plan W. Dat is een NS personenrijtuig wat dienst heeft gedaan van de jaren 50 van de vorige eeuw tot pak een beet halverwege de jaren 90. En ik heb verschillende setjes besteld. Dit is de set van de gereviseerde Plan W. En ik heb daarnaast nog een set van 3 die later in mijn Benelux stam terecht gaan komen. Into N is een kleinserie fabrikant. Ik heb via Katowiki maakte ik kennis met zijn modellen. En ik heb één zo'n Plan W dus gekocht, kant en klaar. Dan heb ik een mailtje gestuurd, heel brutaal, van goh, heb je die nog meer? En zo, ja, wat kosten ze dan? En toen zei hij, nee, die heb ik niet, maar ik heb wel bouwpakketten en wil je die eens proberen? Dus zodoende. En het is niet gesponsord, ik heb ze aangeschaft. Het heeft me in totaal deze 4 sets €275 gekost. Een snelle rekenaar, die kan dan vast uitrekenen wat ze per setje kosten. Maar ik zou zeggen, check vooral de website www.intoen.nl. We gaan eens kijken wat er in de set zit. Het is gewoon een postdoos waar alles in ligt. Nou, ik heb meerdere sets besteld, wat ik al zei. Dus het kan ook zijn dat er in de andere doos nog bijvoorbeeld een bouwbeschrijving zit. Nou. Het is een combinatie van messing en 3D geprinte onderdelen. Dit zijn de bufferbalken. Dus dan 3D resin print. We hebben hier de bodemplaat, die is een beetje krom, dus niks wat niet in warm water recht gebogen kan worden. Maar dat is wel een groot nadeel van 3D prints vaak. Zeker als ze een tijdje liggen of onder weersinvloeden, dan kan resin echt wel krom gaan trekken. En wat ik zeg, in warm water of met een klein beetje verhitte krijg je dat vaak wel recht. En ik verwacht eigenlijk dat de messing bodemplaat ook zo sterk is dat hij hem wel recht vasthoudt. Veel details, doet het absoluut niet onder voor bijvoorbeeld de Minitrix wagonnetjes. En ja, eigenlijk alles is er zichtbaar op. Het is door en door met zwarte resin geprint, dus dat is wel heel fijn. Nou, het dak, idem dito, 3D print, ook wat krom getrokken. Nog meer details. En wat ik meestal bij hoontje.nl doe is dit soort kleine details, die laat ik op het frame zitten. Voordeel is, dingen breken minder makkelijk af. En tijdens het transport raken ze ook minder beschadigd en je raakt ze niet zo makkelijk kwijt. Dus we hebben hier bijvoorbeeld die bankjes en die zitten dus nog vast op de printplate. Nou, zo hebben we nog een heleboel. Hier zijn nog wat messingschroefjes en wat toebehoren. Straks eens uitzoeken waar wat hoort. Die wieltjes zijn natuurlijk tweeassige draaistellen. En de, ik denk, draaischijf ombouw. Nou, wat dit is, weet ik niet. Nou, gaan we eens verder kijken. De noppenfolie weg. Dan hebben we hier nog een gelaserd kartondeel. Een aantal decals, een aantal kleine detail setjes. Decals komen ook van zijn hand volgens mij. Weet ik eigenlijk niet of dat ze die elders hebben laten drukken. Gaan we straks ervaren. Het zijn meerdere serienummers, dus je kunt ook als je meerdere sets koopt andere rijtuignummers gebruiken. Dat is wel mooier. Ik hou daarvan, hetzelfde als kentekenplaten bij autootjes. En dan komen we hier bij de messing ads platen. Leuk om te zien dat iemand ook Horenbach afplaktape heeft. Ik heb die zelf ook. Ik gebruik die veelvuldig. Again, het is ook niet gesponsord. Zou de Horenbach mij maar sponsoren, dan zou de hobby een stuk goedkoper worden. Maar helaas. Het is gewoon een hele goede allround tape. Oh, even opletten dat we de boel niet kapot trekken. Nou, even die tape weggooien. En dan hebben we hier de twee messing ads platen. Dus dit
zijn dan de zilvermessing, denk ik dat het is. Dit zijn de ramen. En wat ik zei, hè, dit is de gemoderniseerde versie met het open schuifraam. En hier dan de messing etsplaat van het rijtuig. De verschillende onderdelen die al snel zichtbaar worden. De deurtjes, de zijwanden, de bogies. En ik denk hierboven de bodemplaat. Ja. Allemaal heel stevig. Het is niet heel dik. Ik denk dat het een derde millimeter is, deze messingplaat. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Dus nee, ze zien er ontzettend netjes en gedetailleerd uit, nu al. Goed, dat is alles wat er in de box zit. Valt op, alles zit wel netjes verpakt in kleine zakjes. Dat is handig met het overzicht. Het enige wat ik mis is een bouwbeschrijving. Dus ik heb even een mailtje gestuurd naar de eigenaar van Intuan. Van hoi, heb je een bouwbeschrijving? En zo ja, mag ik die dan? En ja, mocht die er niet zijn, ik heb nog een rijtuig van hem kant en klaar. Dus gekocht via Katawiki, dan ga ik die wel als referentie gebruiken. Het is allemaal een beetje, het wijst zichzelf. Het is wel een intuïtief pakket. Even spieken. Dit is dus die set van 3. Dat is dus die plan W met die originele raamvoering, waarbij het middenraampje open kon. En als je dus hier kijkt, dan zie je dus hier dat andere raam. En dat is ook de plan W die op de afbeelding getoond is. Die is dus bruikbaar tot de jaren, halverwege de jaren 2000. En de set van 3, die is dus bruikbaar tot, ja, pak een beet 81 zijn ze officieel uit dienst gegaan. Maar de, met name de Benelux-stellen hebben echt nog wel een aantal jaar doorgereden. Dus het past allebei prima op mijn baan. Even spieken. Nou, hier zien we eigenlijk weer hetzelfde in. Maar helaas ook geen bouwtekening. Alle onderdelen keer 3. Maar dus geen bouwverklaring. Dus ik heb ook even ondertussen op de website gekeken, maar daar staat hij helaas ook niet. Dus wat ik zeg, we hebben een mailtje gestuurd, we wachten het even af. En tot die tijd gaan de kids even de kast in, want ik wil dit niet fout gaan doen. Nou, ik heb er ook even de wagon bij gepakt waar ik het over had. Dit is dus al de gebouwde versie. Komt in een heel mooi kartonnen doosje met een duidelijk logo erop. Staat dan weer niet op welke wagon erin zit. Dus zou je er meerdere hebben, dan moet je dat er ergens op plakken. Nou, doe ik hem open, kom een mooi certificaat tegen. Word ik altijd blij van. Dan voelt het alsof je echt een collectors item in je handen hebt. Nou, dan heb ik contact met de eigenaar en die zei ook van ik ben eigenlijk niet van plan om ze in serie te gaan bouwen. Dus het is ook een uniek exemplaar. Er zijn er op dit moment 4 van gemaakt. Ja, certificaatje is altijd, ja, wat ik zei, is altijd leuk. Bij THS zitten ze er ook altijd bij. Dus alles wordt in eigen beheer bij Intuan gemaakt. Dus ook deze gelaserde inlay. Het geeft me ook ideetjes voor hoontje.nl. Voor als ik dadelijk de half nul modellen uit ga leveren. Maar dat is een ander verhaal. Nou, halen we de inlay weg. Dan komen we een mooi beschermdoekje tegen. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met zo'n brillendoekje. Er staan ook dingen ingelezerd. Het is niet goed te zien op de camera. Er staat eigenlijk heel veel plezier met je aankoop in verschillende talen. En natuurlijk het logo van Intuan. Maar, wat ik zeg, alles in eigen beheer gemaakt. En kijk even hoe strak dit model eruit ziet, jongens. Heel strak gespoten, strakke opschriften, rechtgeplakte decals, ingelegde vensters, volledig messing, 3D geprint dak dus. Geen aangezette tredes, maar gewoon alles helemaal netjes uitgevoerd. De deurtjes echt heel filigrijn, logo recht. Wielstellen zijn een combinatie van 3D print en messing. Zit ook een draadje aan, er zit ook verlichting ingebouwd.
Ik weet niet met welke techniek. Ik ga hem niet openmaken. Dus het kan best zijn dat hij flikkert. Dat er geen condensator in zit. Die zie ik niet door de raampjes. Nou, de genoemde bodemplaat met heel veel details. Even kijken. Ja, je ziet het niet. De camera wil niet scherp stellen. Maar kijk even hoe strak die gele lijn gespoten is. Dit is dus gewoon airbrushwerk. Het is wel even wat anders dan hondjes airbrushavonturen. Maar aldoende leert men. Nou, ik word gewoon erg blij van zo'n mooi messing model. De trein wordt er wel zwaar door. Mijn Benelux trein die bestaat dus straks uit 3 van dit soort messing modellen. Er komt nog een messing locomotief van Into-N. De HLE 25.5 is hier aan het ontwikkelen. Die heb ik ook besteld bij hem. En de Belgische wagons, dat zal een LS Models set zijn. Nou, ondertussen de koppeling even checken. Het is een fine-scale koppeling voor Hitswitch, zo'n profi koppeling. Die beweegt eigenlijk heel erg lekker. Ik zal het zwarte doekje weghalen, dan zien jullie het beter. Kijk, hij beweegt echt heel scherp, heel ruim ook. Schiet ook weer terug recht. Dus dat is erg prettig. Dat is gewoon fijn op het moment dat je R1, R2 bochten zou moeten nemen. Nou heb ik die niet op mijn baan, maar ik kan me voorstellen als je een scherpe wissel hebt van 15 of 20 graden, dan wil je ook niet dat die zich uit de rails trekt. Dus ja, erg mooi, al zeg ik het zelf. En dit gaan we dus ook namaken. Hopelijk. In 1 op 160. En zo moet hij dan worden. Dit is natuurlijk de gekochte plan W van de Into-N op mijn modelbaan. Maar ik hoop hier dus straks 4 door mij gebouwde messing rijtuigen omheen te kunnen zetten. En ik ga jullie meenemen op dat bouwavontuur in de komende afleveringen. Dit was hem weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Wil je nou niks meer missen van mijn how-to's? Abonneer je dan op mijn kanaal, like deze video en als je vragen hebt of suggesties of opmerkingen, laat ze achter in de comments, dan kijk ik wat ik ermee kan doen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en houdoe!